Henk-Jan Smits heeft samen met Erik van Tijn in de jury van Idols gezeten. De twee zijn inmiddels goed bevriend. Maar of de vriendschap deze verborgen camera gaf van Gorcia zal doorstaan? Henk-Jan neemt Erik in de maling door in een café op de vuist te gaan met twee vervelende gasten. En uiteindelijk is Erik degene die hiervoor in de boeien wordt geslagen. Ik ben erg benieuwd hoe Erik daarop gaat reageren. Gaat hij geloven dat ik agressief word? Want ik word nooit agressief. De grap kan beginnen. Kijk, daar hebben we Erik. Ik ben blij dat je er bent. Ja, ik kost die gasten. Henk-Jan zit al een tijdje in het café en irriteert zich zogenaamd mateloos aan die twee gasten. Nou, ik ben blij dat jij er bent. Net was het al even... En het wordt alleen nog maar erger. Mag ik wat zingen voor jullie? Als het daarbij blijft, liever niet. Ik ben even in gesprek. Almo, ik zit hier jongens, als een piswatertje zit. Wij hebben echt een mannendrank. Colaatje. Ontzettende mannendrank. Nou, mag ik nou zingen of niet, verdomme? Ja, ik sta hier niet voor je. Schiet maar op, kom maar. Ja. Olé, 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 olé. We are the champions, we are the champions. Oh. En deze idol heeft nog een verrassingsact in petto. We are the champions. Laat nou maar. We are the champions. Olé, olé. Gezien? Ja, en je ziet er niet uit. Heb ik talent? Nee, je ziet er ook niet uit. Sorry hoor, ik vind je een toffe kerel. Wil je ophouden als je ik vind je een toffe pik. Ja. Ik haal even goed maar van je. Maar wil je van me afblijven? Schuif helemaal niks. Wil je van me afblijven? Schuif helemaal niks. Voor jou ook hoor. Mooi brilletje. Laat ons even. Wij laten jou ook. Laat ons ook even. Ik ben agressief. Nou, ik begin langzaamaan wel agressief te worden. Laten we niet agressief, we blijven gewoon allemaal rustig. Gewoon is niks aan de hand. Dan is het tijd voor actie. Ik ga even pissen hoor. Blijf nou even hier man, niet meteen weglopen. Kom nou maar eventjes hier nog. Blijf nou van me af, niet zo. Idioot. Ga nou doen, niet even. Hey, wat ga je doen dan? Donder dan op man. Ga gewoon weer op. Zouden we, dat gaan we niet doen hè vriend. Relax. Godverdomme, relax. Wegwijs. Jij moet ook van me afblijven, klootzak. Domme. Henk-Jan vlucht naar het toilet en laat Erik vertwijfeld achter. Wie heeft het gedaan? Ja, hier, die kut-idols. Nou, ik zit in mijn stoel hoor. Ja. Ik heb niks gedaan. Heb jij het gezien? Ja, daar ook van idols die is lekker bezig. Ja. Jullie moet je weten, want ik zat nog toen het gebeurde. Ik ben niet opgestaan. De serveerster, die natuurlijk in het complot zit, gaat op zoek naar Henk-Jan. Naar het toilet, hij moest naar het toilet. Nou oké, dan ga ik wel even kijken waar die is. Ja, is goed. Ben jij als een godverdomme in de schoenen te schuiven, man? Ah, man, donder toch! Tijd voor de politie. We zeggen belt voor een vechtpartij. Ja. Nee, ze hebben niks aan de hand. Ik ben heel rustig. En zij waren een beetje ingewikkeld aan het doen, of een beetje lollig aan het doen, net hoe je het ervaart. En toen ontstond er een duw- en een trekpartij en dit is het gevolg ervan. Oké, laat er één ding helder zijn. Het valt nu niet uit te zoeken wie het is. Ik hoor van hun niks en ik hoor jou heel de tijd kletsen nou. Maar het komt omdat ik de enige ben die nog niet te veel gedronken heeft. Nou, dat is nog maar de vraag. Eventjes gewoon zitten, even blazen. Jij hebt ook te veel op, hoor. Oei, foute boel. Erik wordt gearresteerd. Rustig meewerken. Hoeft echt niet. Rustig meewerken. Ik ben rustig. Rustig meewerken. Ja, ja. Is dat duidelijk? Ja. Ja, Erik, heb jij dat? Nou, de reddende politievrouw, oftewel Tatum, de presentatrice van Gorcia, is onderweg, hoor. Waar is die andere man? Voor je kijken. Ja, sorry, zeg. Geen idee, sorry. Nou, gefouilleerd. Ja, maar ik heb geen idee waar hij is. Ja, hij is gewapend. Gewapend wegdraaien. Hoppakee. Slaag. Ja, katja! Even nu. Godverdomme, ik ben gek. Yes. Christus.